Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media van korte keten zeker weten. Maar wat is dat eigenlijk? We vroegen het de coördinator. Korte keten zeker weten is een burgerparticipatiegroep die in het leven geroepen is door de gemeente IJsselmargraten. En die ten doel heeft om de burgers van de gemeente en het Heuvelland te informeren over gezonde voeding die lokaal geproduceerd wordt. Wij zijn vooral gericht op de consumenten, op de burgers. Er zijn allerlei belangengroeperingen in het land en in Limburg die zich bezighouden met de ondernemers. Wij proberen van onderaan zeg maar, op de burgers te interesseren en te informeren over het gezonde, lokale voedsel in de hoop en in de bedoeling dat dat langzaamaan toeneemt, dat ze daar meer van gaan afnemen. De gemeente faciliteert de werkgroepen in de zin dat wij kunnen gebruik maken van hun website om ons verhaal te vertellen. We kunnen gebruik maken van de communicatieafdeling. We kunnen gebruik maken van hun pagina's in de etalage. En het allerbelangrijkste is dat zij een functionaris hebben, een beleidsmedewerker die zich specifiek richt op het promoten van lokaal gezond voedsel. En wat wij willen doen is door te informeren over wat er allemaal kan en wat er allemaal is en dat het inderdaad lekker en gezond en kortbij kan zijn, proberen we mensen te interesseren om allerlei initiatieven die er zijn, al in het land en in het buitenland, om die ook in het Heuvelland op te gaan zetten. En wij willen dat niet zelf gaan doen, omdat er meerdere vormen zijn. We willen ook veel aan voorlichting blijven doen. Maar wat we vooral willen is, op het moment dat er groeperingen zijn die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld herenboerderij of coöperatieve tuinen, deskundigen uit ons en ervaringsdeskundigen uit ons netwerk naast hun zetten om te helpen dat voor elkaar te krijgen. Want het is niet iets wat je vandaag bedenkt en morgen realiseert. Een herenboerderij is een coöperatie van consumenten, van burgers, die een bepaald bedrag inleggen, eenmalig, en daarmee lid worden van de coöperatie. En vervolgens verplichten om maandelijks ter hoogte van een bepaald bedrag, afhankelijk van de grootte van het gezin, groenten en fruit af te nemen van de herenboerderij. En op het moment dat ze om en nabij de 200 gezinnen hebben, met de inleg die ik net noemde, zonder de bedragen specifiek te noemen, zijn ze in staat, samen met ook de hulp van Herenboerderijen in Nederland, dat is dus een koepelorganisatie, om een boer te zoeken, een agrariër, die de groente en het fruit zeg maar, plant en teelt en ook oogst. En dan kun je maandelijks of wekelijks, van mij een paar dagelijks, kun je op de herenboerderij, wat ook een fysieke locatie is met gebouwen, je groenten komen ophalen. En wat is het verschil tussen een herenboerderij en lokale tuinen? Ja, het verschil tussen de coöperatieve tuinderij, zeg maar, en de herenboerderij is dat de tuinderij, je hebt dan een veel lagere inleg nodig. Eigenlijk wordt ook verwacht dat je zelf meekomt schoffelen en oogsten, et cetera, et cetera. Is het in de verre toekomst ook nog, staat er dan ook nog een lokale markt in het vizier? Markten horen er ook bij, maar dat veronderstelt wel dat veel vraag is naar zulke soort groenten en fruit, waardoor het voor ondernemers ook interessant wordt om op de markt te gaan staan. Het zijn heel ambitieuze plannen. Kunnen jullie terugvallen op successtories in de regio of in de landen? Je hebt in Weert recentelijk, 2 jaar geleden, is een herenboerderij gestart. Daar zijn we pas gaan wezen kijken. Van al de concepten die we willen tonen, herenboerderijen, de tuinderijen, de buurderij is een collaboratieve winkel, gedeelde weelde heb je, dat zijn allerlei vormen. Met die mensen hebben we contact of we leggen contact en dan brengen we die kennis en het enthousiasme vaak ook naar de mensen toe. Met Fruit Erbuit en met het platform Streekproducten zijn er wel connecties, maar die zijn nog heel erg pril. Dus we zoeken nog een beetje naar wat kunnen we voor elkaar betekenen. Maar die contacten zijn er zeker.
Ja, de manier waarop wij mensen informeren en willen betrekken bij onze initiatieven en ons pleidooi om vooral het gezonde voedsel uit de korte keten te consumeren, is dat we gebruik maken van de communicatiemiddelen die de gemeente ter beschikking stelt. Onder andere hun site en de pagina in de etalage. Maar wat we vooral ook doen is artikeltjes schrijven, interviews houden met de lokale ondernemers om ze een beetje in het spotlight te zetten. En we organiseren met een bepaalde regel wat webinars over belangrijke thema's en succesverhalen van ondernemers in Limburg of in de landen, waarvan we zeggen van nou, sluit je aan, toon, meld je bij ons, bij Korte Keten Zeker Weten, om te zien of we samen zo'n initiatief hier in de regio van de grond kunnen tillen. Die oproep zou ik nadrukkelijk willen doen. Pierre, ik heb mijn auto weer opgehaald bij Moos Autoschade. Wel ja, Jos, wie denk ik heb ze nou in de prak gereden? Wil toch niet dat ze dan op Tiger gaan schelen? Wieso? Moos Autoschade maakt toch helemaal weer geen chance van. Iedere keer een alleen auto. 4 jaar Fokwa garantie. Fokwa? Fokwa. En ik kreeg hem gepotst terug, blinkend doe je in een spiegel. Oh, ik dacht dat ik in een dubbelganger zag. Dus Pierre, hupst en blutsch. Moos Autoschade in Valkenberg bellen. 043-6-09-09-09. Is dat geen sakslijn, hè, Jos? Wat sakslijn? Doe zes maar get. Gewoon naar moosautoschade.nl. Echt? Echt. Echt. Echt? 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 Het staat hier. Vraag jezelf altijd even af, is het bericht echt? 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 Of is het nepnieuws? Als je twijfelt, check dan bijvoorbeeld waar het bericht vandaan komt. Echt niet. Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En ik ben nu op Zweebrug bij Margot Zende. En Margot is illustrator en grafisch vormgever. Je bent schoot met potlood en penseel. Ja, klopt. Wie ja. Lang al? Van kinds af aan? Ach, van kinds af aan. Wie klinkboor, potloden, nummer op de lagere school. Wordt ook allemaal gezegd, kind, toen moet je het met tekenen doen. Toen moet je naar de kunstacademie gaan. Maar ik ben aan een ander pad gekozen, want in plaats van naar de kunstacademie ben ik iets naar het conservatorium gegaan. Conservatorium? Net afgemaakt, want ik wou meer in het schetsen dan in het tekenen en dan moest ik het maken. Dus op een gegeven moment houdt ze gaat van oké, ik moet die knoop durf gaan hakken. Ja. En toen had ik besloten van laten we maar toch het met tekenen doen wat ze immer gezag had. En ja. Dat is nu die beroep? Ja, had ik mijn beroep van gemaakt en ik kan zagen, ik denk dat ik een van de gewinnigen ben die van zijn hobby zijn beroep had kunnen maken. Ja. En ik ben nog dagelijks ontzettend blij dat ik... Grafisch vormgeven, dat is visitekaartjes of ja, huisstijlen, ja. Tijdschriften opmaken. Ja. Dat is ook zeer creatief. Mijn passie ligt het allermeeste bij kinderboeken illustreren. Ja. Kinderboeken illustreren? Mijn passie, joh. Ja. Hoeveel boeken hast u ondertussen al geïllustreerd? Ik denk meer dan 20. Ja. Ongeveer, ja. Ja. Dat is een beuk die door anderen geschreven zijn en doe mocht ze dan wie gaat tekenen? Ja, dat kan. Of dat ik een concept had verzonnen en dat Inge door een verhaal bijschreef. Ik wil ooit nog eens een keer willig nog zelf een kinderboek schrijven. Maar normaliter is het zo dat ik van de uitgever kinderen een manuscript aangeleverd. En ik moet dan zelf zeggen of ik het wel wil doen of niet. Het ligt ook aan wie terug ik het dan. Daarna had ik namelijk nog een opdrachtgever, Kleuteruniversiteit. Ja, Kleuteruniversiteit en daar ben ik de huisillustrator van. Dus dat zijn voor mij immer wekelijkse opdrachten. De kinderbugger kan ik een beperkt aantal per jaar doen. Dan moet ik echt gaan filteren wat ik wel of niet wil doen. Wie belangrijk is zo'n illustratie in zo'n kinderboek?
Nou, laten we zo zeggen. En ik ga ooit eens een keer een uitspraak gedaan. En dan denk ik, oh, dat hou ik toch anders moeten zeggen. Een kinderboek zonder tekeningen besteedt niet. Maar je had dan wel het boek zonder tekeningen. Ja. Was er ook nog. Maar nee, de illustratie had een hele belangrijke rol erin. En het is eigenlijk een samenspel tussen het geschrevene en het getekende. En Dux vertelt het wat in de illustratie zit, een gans ander verhaal biedt je, dan wat in de tekst is geschreven. En het is complementair. De een had het ander nodig. Dus het is Dux heel erg ondergewaardeerd, vind ik. Had ze een bepaalde stijl? Had ik een bepaalde stijl? Oh, ik vind zoveel technieken leuk. Maar ja, ik kan van Lute huren. Ja, ik herken meteen die tekeningen. Dus dat, ik ben met de Wille Wetenreeks had ik in een bepaalde stijl geïllustreerd. En dat is voor heel veel Lute herkenbaar. Herkennen ze mij ook. Ze weten ook immer dat ik grapjes trek. Of dat een moes truc kunt of een ander deer. Gewoon wandelen door het ganse boek. De illustratiestijl van Draakje Donaties ligt er ook kort bij, maar dat is meer echt met de gemengde techniek gemaakt. Nog meer dan bij de Willen Weten-reeks. En met het Allernuitse boek over de volksverhalen uit de 12 provincies ben ik echt in mijn ganse eigen stijl kennen gaan werken. Ben ik echt gewoon aftasten van wat vind ik chic om te doen, wat lijkt me. Ook bij Troll trouwens. Dan had ik echt mijn ei kwijt kennen raken. Ja, nog meer dan in andere boeken. Die beuk die Stig geïllustreerd hebt, daar heb ik van gezien, die gunt de ganse wereld over. Ja, die gunt van Brazilië naar Amerika, naar China, Zuid-Korea, noem maar op. Zelfs Rusland is nu ook erbij. Dus ik weet dat Ster en Planeten best wel een groot succes is. Dat wordt mijn ietsje boek bij Klavis uitgeverij. Dat is van 2010, dat is inmiddels de zevende druk al. In Nederland en België, ja. Maar in Brazilië ook al de zevende of achtste druk. En dat is gewoon fantastisch om te zien dat kinder uit de ganse wereld aan die beuk lezen en naar die tekeningen kijken en door van leren ook. Hè. Ja. Want dat vind ik dan ook mooi om dan een soort van boodschap in de illustraties en in een beuker te stoppen. Vooral bij de Willen Weten beuk, maar ook bij de Nijbeuk die kunt komen. Ja, dat is nu een nieuw project, Gans ja. Uit zichzelf. Het gaat over volksverhalen. Ja, dat project, ik hou dat al jaren in de kop zitten. En in eerste instantie wordt mijn idee van, waarom vergeten we al die schön verhalen van vroeger? Er zijn zo mooie verhalen, mijn oma vertelt het immer, schön verhalen van Oetzingstreek, Oetkerkel. En zo zijn er nog meer verhalen, ook landelijk. En ik hou het idee van, oh, dat zou leuk zijn, want dan een illustrator en een auteur uit de provincie een verhaal opnieuw leven inblazen. Dat is gebeurd. Ja, illustrator en auteur uit de provincie. En toen hou ik dat aan de uitgever, aan mijn uitgever gezegd, van ik loop met een ideetje rond, wat vind je ervan? En dan zat de uitgever zei van, ja, maar Margot, waarom maak je niet de illustraties zelf allemaal? Dus iets hoog zegt, poeh. Dat is best wel veel, hè? En er kunt best wel veel bij kijken, omdat het toch een heel apart project is. En achteraf ben ik ontzettend blij dat het zo gelopen is, want voor de consistentie van het boek is het wel veel beter. Dus lui uit iedere provincie schrijven een verhaal, ja. Een volksverhaal, een sage, een legende. Ja. En doe tekens erbij.
Ja, ik ga dus, maar wat had ik gedaan? Ik had op een gegeven moment een soort van plan van aanpak gemaakt. Ik ben dus auteurschap benaderd uit de diverse provincies. En dan had ik gelukkig een redelijk groot netwerk. Ik ken al veel nu, doordat ik illustrator ben voor diverse uitgeverijen. Maar het leuke ervan is dat ik ze zelf gaan kennen uitzoeken. En ik hou ook een bepaald beeld van wie is geschikt ervoor. Er zijn zelfs lui bij, die houden eerlijk nog nooit echt een verhaal voor een oudere doelgroep geschreven. Waarvan ik toch zo gaat houden, die moet dat kennen, die kent dat. Die schrijft zo mooi of het schrijft zo schön. En die zijn ook enorm blij dat ze metgedaan nu. Ook al had het enigszins vertraging opgelopen. Wat is nu de doelgroep van dat boek? De doelgroep is eigenlijk van 9 tot 99. Ik denk dat het voor gekke ringen geschikt is vanaf 9 jaar. Het zijn echt hele leuke, spannende verhalen. Waarbij ook rekening is gehouden dat het vanuit het oogpunt van de doelgroep is geschreven. En niet zozeer los van de volksverhalen gewoon even opnieuw te vertellen. Dus echt, het zijn echt stuk voor stuk nieuwe verhalen geworden. En dat maakt het ook bijzonder spannend. En er zijn spookverhalen bij, er zijn sages bij. Er is zelfs een sprookje verwerkt. En voor Limburg is het de juffer zonder kop geworden. Goede uit echt. De manier waarop Lee het herschreven had, door twee jongens uit deze tijd naar de burg te laten gaan, is gewoon fantastisch. Dat is echt, het grijpt die groep echt als je gaat van mensen het business lezen. Ik wil meer weten. Ik wil eerlijk nog meer huren. Dus het zet aan tot lezen. Het zet ook hopelijk aan tot zelf schrijven en zelf op onderzoek gaan. Om te kijken in die omgeving. Zo zou hij ook nog van die chique verhalen zien. Dat is ook eerlijk mijn doel met dit boek. Er zijn meer verhalen. Ja. Om ook de verhalen waarom opnieuw in leven te laten blazen. En er zijn gewoon veel meer verhalen in die omgeving. Ja, kinder zit op internet, kinder kijken televisie. Die vergeten gewoon de schone omgeving die ze, waarin ze wonen. En de schone verhalen die in hun omgeving zijn. Dat vergeten ze. Dus komen deel 2 en 3 en 4. Nou, ik ga een aantal ideetjes storen. Rondom dat hou ik al ook meteen wie het iets boek. Ik wil het eerlijk iets nu voor België gaan doen. Er zijn 9 provincies. Een concept ook weer met 9 auteurs die uit de provincie komen. Ik ken ze dan nog zelfs per provincie in Nederland doen. Zeg maar in Limburg kennen ze ook de provincieverhalen. En wie weet, ook wel een dialect. Dat zouden we nog kennen. Je bent voorlopig nog niet uitgetekend? Nee, ik ben voorlopig nog flink bezig. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor het leuke gesprek. En dan zijn we van het einde gekomen van weer deze aflevering van In Gesprek Met. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Om een glas in loodraam op te bouwen, gebruiken we H-profielen. We zien zo de letter H. En tussen de vleugels past dan aan beide kanten het glas. Als ik
aan het profiel gaat trekken, dan zullen de moleculen die in het lood zitten, zullen zich beter gaan rangschikken. Netjes op een rijtje komen, waardoor het lood sterker wordt. Eerst wordt je raam ook weer een beetje sterker. Kijk, ik ga hem nu uitrekken en je zal zien dat hij een centimeter of vijf langer wordt. En tegelijkertijd wordt het materiaal sterker daardoor. De eerste stap is een ontwerp maken. Van het ontwerp kan je de schablonen knippen, zodat je de glas allemaal op juiste maat kan hebben. Daarna ga je het in lood zetten. Als het raampje in lood gezet is, dan kun je de kruispunten aan elkaar solderen. En solderen doen we aan twee kanten, de voorkant en de achterkant. Na het solderen een kit tussen het glas en het lood in. Dan wordt als het ware erin geplakt. En dan weet je ook zeker dat een raam wind- en waterdicht wordt. Er kan ergens een kiertje of een klein gaatje zitten en dat maak je dicht met de kit. Een glas- en loodraam heeft van zichzelf niet zoveel constructie. Dus het is niet echt stevig. Om het toch wat steviger te maken, kan je letten op je kruispunten. Dus je let op, als deze, die wordt hier onderbroken. Dus die laat ik hier doorlopen. Dan wordt die hier weer onderbroken. En dan mag die hier weer doorlopen. Zo krijg je eigenlijk een vlechtwerk. Het raam ietsje steviger maakt. En voor de rest komt de stevigheid van het raam vooral uit het kozijn of de deur of het frame waar het ingeplaatst wordt. Het is dus best arbeidsintensief werk. Daardoor heeft glas en lood ook zijn prijs. Had het vroeger ook. Vroeger was glas en lood ook duur. Toen was het vooral omdat de materialen, het glas, heel erg duur was. Tegenwoordig is glas nog steeds wel duur, maar zit de kost eigenlijk in de arbeid. De uren die een glazenier moet maken en het glas is eigenlijk maar een klein deel van de kost. Vroeger had je alleen mondgeblazen glas. Mondgeblazen glas, dat noemen we antiek. Het is niet echt oud, maar we noemen het nog steeds antiek omdat het dezelfde kwaliteit heeft als vroeger. Het antieke glas is ook het mooiste glas, omdat daar nog kleine onregelmatigheden in zitten, zoals bubbeltjes en droogstreepjes. En als het licht op die luchtbelletjes en die droogstreepjes in je glas valt, dan krijg je een hele mooie breking van het licht en dan krijg je raam een mooie luister en straalt het eigenlijk heel mooi. De techniek is eigenlijk vrij makkelijk uit te leggen, ook te zien als jullie mij nu bezig zien. Dus eigenlijk iedereen kan dit wel leren, alleen je tempo in je werk te krijgen, toch de kwaliteit goed te houden, vergt wel oefening. Dus eigenlijk hoe langer je met dit werk bezig bent, hoe sneller en netter je leert werken. Het is voor mij wel heel dankbaar werk, want mensen hebben vaak lang nagedacht voordat ze een opdracht geven en zijn dan heel blij als ze uiteindelijk een glas en loodraam krijgen. En dan krijg ik een compliment en dan zeg ik wel eens, nou, wat de metselaar doet is net zo moeilijk, is ook vakwerk. Alleen ja, dan zien mensen het niet zo of dan dat nemen ze voor lief. En bij mijn werk is wel leuk, mensen toch vaak bijzonder vinden. Ik buig telkens mijn loodprofiel een klein beetje open om ruimte te maken. En dan past die in het andere profiel. En door ze goed in elkaar te steken krijg je ook meer verbinding. Daardoor wordt je raam ook weer steviger. Normaal gesproken snij je alle stukken van tevoren. Ik heb deze bochten nog niet uitgehaald. Met een mes maak ik een kras in het glas. En als ik dan het glas stress door erop te tikken, dan zal die altijd breken op het zwakste punt. En het zwakste punt is de plek waar ik met het mes een kras gemaakt. Lood is eigenlijk vrij zacht. Kijk, het is gewoon plooibaar. Dus als ik een bocht of een krul tegenkom, kan ik het gewoon met de vingers buigen. Je bouwt een raam altijd op een tekening van je ontwerp. Dan staan de lijnen op, dan zie je de hele tijd tijdens het werk of je nog op de goede plek zit. Om te voorkomen dat alles gaat schuiven en beweegt, fixeer ik het even met een paar spijkertjes.
En zo bouwen we eerst het hele paneeltje op voordat we gaan solderen. Tijdens het werk altijd een beetje oppassen met glassplinters. Want als je die in je hand krijgt, dan wil het nog wel eens een bloedbad worden. Kijk, het gereedschap is allemaal eenvoudig, want de technieken die ik gebruik zijn eigenlijk niet veranderd sinds de middeleeuwen. Ik heb één simpel mes, het loodmes. Daar kan ik lood mee snijden. Een glassnijertje om het glas te snijden. En dat is het eigenlijk. En langzaam maar zeker zit hij dan in elkaar. Mensen zijn vaak onder de indruk van bochten en krullen in glas en loodwerk. Maar moeilijker is eigenlijk om echte rechte lijnen te maken. En dan is dit het moment om het te doen. Er zit nu overal nog een paar millimeter speling. Dus ik kan alles mooi de goede richting opkloppen. Als jonge man was ik op bezoek in de mooie stad Parijs. Daar bezocht ik de Notre Dame. In de Notre Dame zit boven de entree een groot rond glazen loodraam. Een rosetraam noemen we dat. En toen ik daar naar stond te kijken, toen wist ik het zeker bij mezelf. Dit wil ik ook gaan doen, glas en lood maken. Nou, deze is nu gezet, zoals we zeggen, en klaar om te solderen. Solderen doen we met een legering van tin en zilver. Gebruik een vloeimiddel. Glas en lood maken is op zich schoon werk. Alleen de solderen, de damp die er vanaf komt, is wel giftig. Dus je moet goed ventileren. En lood kan wel een beetje aan je vingers zitten. Maar het gaat niet door je huid. Dus zolang je niet, mijn vingers niet in mijn mond steekt of handen wassen voor het eten, dan heb je eigenlijk geen risico op loodvergiftiging. Een zware soldeerbout. Eigenlijk hetzelfde principe als elektronica solderen. Alleen alles is wat groter. Dit is een elektrische soldeerbout van 200 watt met een thermostaat erin. Dus die bereikt wel een temperatuur om een tint te smelten. Als het goed is, wordt hij niet zo heet dat hij het lood kan smelten. Als je netjes soldeert, kijk, je ziet hier een kruispunt. Soldeer ik hem zo dat je niet meer ziet welk profiel onderbroken was en welke niet. Daar is die. Dam dam da da di doi, dam dam da da di doi, dam dam da da di doi. Elke dag is juist als al de dag, en al die saaie dag, gewoon niet voorbij. Telkens weer, zien weer, dan komt het weer, is het weer grauwig weer, wil veel niet meer. Maar vanavond is eindelijk ons moment, en bouwen weer een feestje in de tent. Oh, glas in de loog, veer zijn verkoog. Lodders doen wat lang niet mocht. Oh, drink jij een mit, want iedereen weet vanavond vliegt weer uit de boog. Dam dam da da di dai, dam dam da da di dai, dam dam da da di dai, vanavond vliegt weer uit de boog. Dam dam da da di dai, dam dam da da di dai, dam dam da da di dai, vanavond vliegt weer uit de boog. Dans wie dan en weer gewoon samen draan, doch komt geen einde aan, veel blijven hi. Weer gewoon los, draai je de schroefjes los, en alles opgelost, zo 1, 2, 3, hi. Ja, vanavond is eindelijk ons moment, en bouwen weer
een feestje in de tent. Oh, glazen de log, veer zijn verkocht. Lodders doen wat lang niet mocht. Oh, drink jij een mit, want iedereen weet. Vanavond vliegt weer Roeteboog. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Vanavond vliegt weer Roeteboog. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Vanavond vliegt weer Roeteboog. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Vanavond vliegt weer Roeteboog. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Dam, dam, da, 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 da. Oh, 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 oh. Oh, glazen de log, veer zijn verkocht. Lodders doen wat lang niet mocht. Oh, drink jij een mit, want iedereen weet. Vanavond vliegt weer Roeteboog. Dam, dam, da, 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 da.